Voor de volgende zaak gaan we naar Tilburg, naar de Piusstraat, waar de eigenaar en de medewerker van een telefoonwinkel op zijn zachtst gezegd angstige momenten te verduren kregen. Ik kan niet mijn werk nog doen en ik ben te denken en slapen helemaal te weinig. Ja, vergeet ik heel veel dingen en loopt helemaal niet op. Dit is waar het gebeurde in deze telefoonwinkel in de Piusstraat in Tilburg. Het is zaterdagmiddag 10 april. Het is bijna 3:15. Niet heel erg druk op straat, maar een gewone rustige zaterdagmiddag. Het verhaal begint met deze twee mannen. In donkere kleding lopen ze door de Gildebroederstraat, vlak bij de telefoonwinkel. En even later blijkt dat ook inderdaad hun doel te zijn. Kijk mee wat er gebeurt. De daders gaan meteen flink tekeer. Dat is ook goed te horen. Met veel geweld proberen ze duidelijk te maken dat het zijn menens is. Hij meteen begint slaan met die wapens op mijn hoofd en doet mee naar binnen. Ze gaan ver, deze overvallers. Heel ver. De man staat doodsangsten uit met het pistool tegen zijn hoofd. Hij heeft mij vastgehouden en die andere, hij was binnen naar de winkel is en beginnen zeg maar, die kast kapot maken en de telefoon stelen. Ze willen telefoons, maar die liggen in een afgesloten vitrine. Als de sleutel er niet snel genoeg is, gaat de hele vitrine aan diggelen. De overvallers graaien zoveel mogelijk bij elkaar en doen alles in gele boodschappentassen. Dan gaan ze er weer vandoor. En dan is de overval een feit. Maar de daders zijn nog niet helemaal buiten beeld, want er hangen camera's in de buurt. Ziet u deze beelden en denkt u die twee herinner ik mij? Of sterker nog, ik denk te weten wie het zijn, laat het dan meteen weten. Nou, die overval ging snel, maar de impact op de medewerkers is er niet minder om. Dat is wel heftig, ja. Ja, dat is wel heftig. Het is wel jammer dat af en toe voelen wij dat ons leven zijn onveilig is door een paar telefoons te halen of een paar centjes te pikken. Gelukkig hebben we veel beelden van de daders. En ja, ze doen de nodige moeite om onherkenbaar te blijven. En ja, dan toch worden alsnog de nodige mensen herkend. Daarom nog een keer de beelden van de daders. Ook voor de overval zijn de twee mannen door camera's opgepikt. Ze lopen door de Gildebroederstraat. Ze komen dus uit de richting van de Piushaven en lopen in de richting van de Piusstraat. Eenmaal de hoek om lopen ze richting de telefoonwinkel. En dan de overval. Het zijn heftige beelden. Kijk goed naar de daders. De man met het mes is tussen de 20 en 30 jaar oud. Draagt een zwarte jas met capuchon van het merk North Face en een blauwe trainingsbroek met een witte streep aan de zijkant. De man met het pistool is even oud en draagt ook donkere kleding. Met de buit in de gele tassen gaan ze er weer vandoor. Uw tips zijn belangrijk. Met uw hulp willen we de overvallers vinden. Nou, u weet wat u moet doen als u ook maar een heel klein vermoeden heeft. Een gewelddadige overval op een telefoonwinkel in Tilburg. Het gebeurde op zaterdagmiddag 10 april tussen 3:15 en 3:00. Camera's in de winkel en uit de buurt hebben de overvallers vastgelegd. Ze moeten gevonden worden, voordat ze misschien weer met een pistool en een mes ergens naar binnen lopen. De buit bestond uit enkele mobiele telefoons. Uw informatie is belangrijk. Als u iets denkt te weten, hoe klein ook, geef het door. Dat kan via de opsporingstiplijn of anoniem via M op 0800 7000. Dit was Bureau Brabant. Kijk alles terug via omroepbrabant.nl. Volg de zaken via Facebook, Twitter, Instagram en natuurlijk bureaubrabant.nl. Dit was het voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Heel graag. Tot dan. Bedankt voor het kijken en meedenken. En wil je nu ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. En wie weet kun je ons helpen bij deze zaak of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.